Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Leijerstater, administratie, assurantie en belastingadviseurs. Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Point, het zakenprogramma voor de regio Haaglanden vanuit een sfeervol partycentrum Madestein. Deze keer met één speciaal onderwerp waar de hele uitzending aan is gewijd. Rob, leg ons uit, wat is het onderwerp van vandaag? Nou ja, we hebben natuurlijk een mooi onderwerp, Right to Play. Ja. En daar hebben wij voor aan tafel zitten Edgar Verlingen, ambassadeur Right to Play en tevens werkzaam bij Mees Assurantie. En natuurlijk, ja, toch wel vind ik een eer om een oud-toptennisser Raymond Sluiter aan tafel te hebben, die tevens ambassadeur is van Right to Play. En aan het einde toch ook nog eens een keer de 46e plaats van de top 100 beste spelers van de wereld behaald hebben. Ja. Kunnen wij met z'n tweeën niet zeggen. Nee. Dus, daar gaan we het straks over hebben. Maar ja. Eerst beginnen we bijna traditiegetrouw met de week van Rob. We hadden een VVD-raadslid die vond dat Den Haag wel op slot kon wat betreft onze allochtone medebewoners. Ik dacht bijna dat hij VVD, PVV. Maar ik dacht misschien dat ik het verkeerd had gelezen. Maar het schijnt toch te kloppen. En ja, dat legde toch wel een klein bommetje onder de gemeenteraad of de coalitie van wethouders en burgemeesters. Hoe dat verder afgelopen is, weet ik niet. Maar ik heb begrepen dat hij ook geen vrienden heeft gemaakt bij onze linkse kant in de politiek. Maar goed. De soep zal toch wel niet zo heet gegeten worden? Nee, maar hij was wel vrij serieus. Dus misschien had hij banden met Heeltje Brinkman. Of nee, Hero Brinkman, dat is verkeerd. Want ja, die wil op dit moment na de... Als hij de staatsverkiezingen wint voor Noord-Holland, wil hij in ieder geval geen dames met sjaals in de bus hebben. Dus ja, misschien kunnen ze een keer met elkaar gaan praten. Oké, okay. Nou, dat was de afgelopen week. Nee, we zijn toch nog één dingetje missen. Oh, vertel. Nee, dat is gisteravond laat gebeurd. Mark Rutte heeft met zijn minderheidskabinet toch de eerste overwinning binnen. We gaan naar Afghanistan. Dus wat dat betreft, misschien ook iets voor Right to Play. Oké, okay, we gaan het hebben over Right to Play. Het woord zegt het al. Wat is Right to Play? En Right to Play is een stichting die zich inzet voor de jeugd in gebieden waar het allemaal wat minder goed was hier in Nederland. Vaak gebieden waar oorlog geweest is, armoede is geweest. En Right to Play wil eigenlijk met inzet van coaches, lokale coaches, in ieder geval de jeugd kennis laten maken met zaken die heel belangrijk in het leven zijn. Een stukje samenwerking, wat inzetten tegen ziektes, voorlichting, om op die manier eigenlijk in die gebieden weer een beetje vertrouwen te krijgen. En door sport en spel willen ze dat gewoon daar bij de jeugd inpeperen. Zodat dat ja, naarmate de tijd vordert weer gewoon goed in de wortelen in de cultuur gaat terugkomen. En dat is eigenlijk het werk wat Right to Play lokaal in de gebieden doet. Dat is voornamelijk vrij veel in Afrika waar dat heel hard nodig is. En de stichting doet dat vanuit een aantal plekken in de wereld. En het hoofdkantoor van Right to Play is in Canada gevestigd. Waar natuurlijk oud-schaatser John Olof Kos... de scepter voert en eigenlijk Right to Play in 2000 heeft opgericht. Kinderen laten spelen is belangrijk. Niet alleen omdat spelen leuk is, maar omdat daar veel meer mee samenhangt. Absoluut, ja. Kun je dat eens toelichten? Ja, educatief is natuurlijk heel belangrijk. Kinderen hebben daar natuurlijk wat minder vertrouwen gehad door zaken die in het verleden zijn gebeurd. Het hele simpele spelletje, zoals blikken doorgeven, leren samenwerken. Het team wat wint, ja, dat zingt het andere team, wordt toegezongen door het andere team, waardoor ze ook weten wat verliezen is. En dat zijn dingen die de kinderen daar gewoon heel hard nodig hebben om daar ja, educatief gewoon goed mee om te gaan. Nou, je zegt ze hebben wat minder vertrouwen door dingen die gebeurd zijn. Kun je eens wat voorbeelden geven? Ja, oorlog, armoede. Ik ben er zelf geweest in november, hebben we een veldbezoek afgelegd samen met Raymond en een aantal andere mensen. Als je dan hoort dat ze daar twee keer per dag eten krijgen en 2-3 keer per dag drinken, dan denk ik ja, als het daar 3-34 graden is dat toch geen pretje. Dus ja, het is allemaal een stuk minder dan dat wij hier in Nederland hebben. En het feit dat jullie dat doen, die kinderen begeleiden, je zegt net ze hebben minder omstandigheden, heeft niks met oorlog te maken of oorlogen die daar plaats hebben gevonden? Nee, absoluut niet. Nee, want dat heeft dus geen samenwerkingsverband tussen World Child. Nee, absoluut niet. Het is een aparte organisatie die eigenlijk sport en spel en de jeugd samenvoegt om op die manier gewoon weer tot een beetje de wederopbouw in die landen over te gaan. Dat kinderen van kleins af aan weten wat er wat samenwerken is. Kunnen omgaan met ziektes en hoe ze zich daar tegen kunnen beschermen. Want ja, je hebt daar natuurlijk wel veel mindere omstandigheden als hier in het Westen. Ja, goed. Maar je zegt sport. Ja, we begrepen natuurlijk dat Raymond normaal natuurlijk zeer als oudsporter bij betrokken is geweest. Wat is de rol daarvan? Ja, ik zie de topsporters, dat zijn eigenlijk de voorbeelden voor de jeugd.
Kijk, als een, mensen in de jeugd, als de kinderen zien dat topsporters zich verbinden aan een goed doel, ja, dat geeft gewoon een hele goede uitstraling naar die kinderen toe. De topsporters die hebben het hartstikke druk met hun sport. Als ze dan toch een beetje vrije tijd wat ze hebben besteden aan een goed doel, en ook gewoon bepaalde projecten bezoeken of evenementen begeleiden, ja, dan denk ik dat dat een goede voorbeeldfunctie voor de jeugd is. Absoluut. Oké. Maar goed, even, er gaan een aantal topsporters mee vanuit Nederland. Maar hoe zien mensen in het land zelf, kennen ze die dan? Ik kan me voorstellen als Johan Cruijff meegaat, dat ze zeggen, ja, die kennen we. Maar hoe maken jullie dat dan, brengen jullie dat bij de kinderen over? Raymond zit hier aan tafel. Dus... Laat ik het zo zeggen, ik heb geen handtekening hoeven zetten in Benin. Nou hoef ik er in Nederland ook niet zoveel te zetten hoor. Maar nee, die kennen je niet. Maar gewoon het feit, er wordt daar wel heel duidelijk aan de kinderen uitgelegd wat wij doen als oud-sporters. Maar ook wat Edgar daar doet. En dan zijn ze gewoon, ja, ze zijn gewoon ongelooflijk dankbaar dat we dat bezoek brengen. En dat we er in Nederland voor proberen te zorgen dat de omstandigheden daar zo een ietsje pietje beter worden. En dat je ze de mogelijkheid kan geven om sport en spel in uitvoering te brengen. Maar goed, je vertelt nu allemaal dat dat gebeurt. Ben je zelf ook bij betrokken? Ben je daar geweest? Want ik heb begrepen dat je... Ik ben er geweest, ja. In november ben ik uitgenodigd uit de play om mee te gaan op veldbezoek. We zijn er met een groep met 8 mensen zijn we daar naartoe geweest. Waar? In Benin zijn we geweest. In West-Afrika is dat. En daar zijn we 9 dagen op veldbezoek geweest. Hebben we projecten gezien. Hebben opleiding gezien van de plaatselijke coaches, hoe die getraind worden om met die groep kinderen om te gaan. En dat was echt een hele mooie ervaring. En dat was echt het mooiste week van mijn leven inderdaad. Het zijn 9 intensieve dagen geweest. Kun je eens kort vertellen wat jullie hebben gezien en gedaan in die dagen? Nou, we hebben het begin van de reis was eigenlijk dat we aanwezig zijn geweest bij bepaalde coachtrainingen. Dus we hebben gezien hoe de mensen in Benin worden opgeleid. En dan de aantal dagen later hebben ze ook gewoon echt in het veld aan het werk gezien. Dus wat ze op maandag geleerd hebben in de groep, hebben ze de dagen daarna hebben ze dat echt in praktijk gebracht. Ja. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat je ziet dat ze aan de ene kant gecoacht worden en eigenlijk een paar dagen later in de praktijk kunnen brengen. Ja, je hebt wat foto's hier liggen, indrukwekkende foto's. Kun je er een paar toelichten? Ja, absoluut. Nou ja, wat Edgar zei, we hebben echt veel projecten. We hebben 8 hele drukke dagen natuurlijk ook een reisdag erbij gehad. We zijn bijvoorbeeld op een school geweest met alleen maar dove kinderen. Dus ja, waarbij je de spelvormen dus alweer dusdanig moet aanpassen dat ze er toch wat aan hebben. We zijn op een school geweest voor alleen maar blinde kinderen, bijvoorbeeld. Het is bizar om te zien wat die kinderen allemaal al kunnen. Spelletjes met ballen, maar met een belletje erin, bijvoorbeeld. Dat soort dingen allemaal. Nou, hoeveel foto's zijn er genomen ongeveer, Edgar? Volgens mij een paar duizend hebben we er gemaakt. Ja. Dan sta je daar als gevierde topsporter tussen. Hoe voel je je dan? Nou ja, je staat daar niet als topsporter. Je staat daar gewoon als... Je lijkt wat onwennig op de foto. Ja, nou ja, dat ben ik ook. Zoals je ziet hier bijvoorbeeld op de foto. Nou ja, wij vallen ook redelijk uit de toon. Dus je wordt natuurlijk in eerste instantie word je ook heel raar aangekeken. Omdat je er gewoon totaal anders uitziet. Ja. Ze begonnen bij mij aan mijn arm te voelen. Van, haar op je arm. Wat gek. En aan je gezicht. En, het mooie van deze foto's inderdaad ook. Ja. Dat dit zijn allemaal jeugdcoaches. Normaal zie je coaches dat het gewoon volwassenen zijn. Maar dit project dat ging over kinderrechten, waarbij eigenlijk kinderen van een jaar of 8, 9 al met HIV, AIDS, malaria, dat soort zaken bezig zijn om dat straks weer op hun dorpsgenoten over te kunnen brengen. Ja, aan de andere kant, als ik die foto's zie, denk ik ook, je ziet het moment dat je in actie komt, dat het ook heel snel verbroedert. En dat na 1 minuut ook al die verschillen ineens weg zijn en dat je heel leuk aan het spelen bent. Dat ook. En ook de momenten van de bezinning zijn ook ineens precies hetzelfde. Je ziet iedereen er hetzelfde bij staan. En nou ja, je doet de spel voor mensen, precies wat je zei. Je komt daar binnen en de kinderen zijn onwennig. En je bent zelf ook nog zoiets van, even kijken hoe dit gaat lopen. En binnen 5 minuten gaan we een spelletje doen. En het is allemaal, het is high five en lachen en gieren en brullen en geweldig. Ja. Wat me wel opvalt op de foto's, dat jullie intens blijven kijken. En dat dat eigenlijk toch wel onwijs vreugde afwerpt van wat ik merk. Hè? Het mooie was bij sommige bezoeken, dan kwamen we aan. En daarbij zag je dat de muziek ging aan. Iedereen was aan het dansen. En nou ben ik niet zo'n hele goede danser. Maar je ziet hoe de mensen daar in Afrika, hoe vrolijk ze zijn, hoe muzikaal, hoe lenig. Ja, dat was echt genieten geblazen. De essentie geeft dat natuurlijk weer wat ook jullie boodschap is. Ja, absoluut. En dat is heel belangrijk om te zien dat de mensen, ze hebben gewoon heel veel lol in. En we werden af en toe daar als de koning ontvangen. En er stond een eer aan opgesteld.
En met muziek en dans werden we ontvangen. Dus ja, dat was eigenlijk zo dat je daar thuis voelde. Dat was echt...